Of ik terugkom naar Venlo, ja. Ik zei, ik woon daar en ik zou daar best wel nog wat willen doen. Alleen, ik merk heel sterk, in Stralen ben ik de popster. En in Venlo ben ik een van de kunstenaars. Evers runt hier aan de markt samen met Michelle van Asperen een kunstatelier. En dat leven als popster bevalt hem wel. Hij merkt dat hij gewaardeerd wordt door het Duitse stadje hier vlak over de grens. En dan is gelijk 3 keer zo duur, zie je dat? De eerste dag dat we open waren, 14 januari, kwamen ze van de cultuurring. En toen zeiden ze, die verlichting is niet goed. Mogen wij hier nieuwe verlichting ophangen? Ik zeg, wat wil je? Ja, mogen we dat doen? Ik zeg, graag zelfs. Dus ze hangen die hele galerie vol met verlichting. Ja, dat is een hele andere mentaliteit. Maar zoals gezegd, ik ben de popstar en daar kijkt men wat meer tegenop. Burgemeester, bijna kind in huis hier. Die heb ik in de Houtstraat in Venlo nog nooit gezien. Om wat terug te doen voor de inwoners van Stralen, staat Evers aanstaande zondag op de cultuurboemel Stralen. En daar heeft de Venlonaar zin in. Wij zelf, Michelle en ik, doen dan in de toepasselijke Venloerstraatse, hebben we 7 kleine podia waar groepen, verenigingen, clubs, vrienden, die gaan 7, in totaal 13 schilderijen maken op basis van Stralen, hun gevoel van Stralen. Ja, het is fantastisch om dat te begeleiden gewoon. Ik weet niet of Taylor Swift komt, maar het is zo'n dag. Dus ik raad iedereen uit Venlo aan, zondag even op de fiets, goed voor de gezondheid, naar Stralen.